Ik hou natuurlijk heel erg van unicorns, dus daarom. Hoi, ik ben Jill Huibrechts en dit is mijn Dutch Vlog. Hey allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar deze video van mij. Ik heb eigenlijk een vraag voor jullie, maar ik heb ook iets heel leuks te vertellen. Want als allereerste ga ik dit unicorn t-shirt van By Jill ga ik weggeven of verloten onder mijn volgers. Ik krijg heel vaak de vraag of dat ik een keer iets weg wil geven uit mijn webshop. Nou, toen dacht ik, misschien is het leuk om dit unicorn shirt weg te geven. Ik heb dit shirt zelf ontworpen. Het is natuurlijk een unicorn. Dat staat helemaal voor mij. En hier zitten allemaal een soort van sparkeltjes zijn hierop gemaakt. En hier is een rosetje. En er staat dan By Jill. Dus daar zie je mijn logo en er staat hier Imagine, Dream, Believe. Die weer staat voor de quotes die bij mij passen. Dus ik sta er nog helemaal achter. Ik vind het heel leuk om onder jullie te floten. Ik ga nu even vertellen wat je daar nou precies voor moet doen. Ik heb mezelf een tijd geleden opgegeven om in aanmerking te komen voor sponsoring door Frits van Eert. Dat is zeg maar een man en die is van Jumbo. En dat project heet dus Frits Starter, omdat dat zijn naam is. En daar heb ik me voor opgegeven, omdat je dan jouw droom mag beschrijven op die site. En dan gaan zij al die dromen van allerlei verschillende mensen bekijken. En dan kom je misschien wel in aanmerking, zeg maar, om gesponsord te worden door hun. En wat natuurlijk jou weer veel dichter bij je droom kan brengen. Een tijd geleden ben ik natuurlijk begonnen met dit YouTube-kanaal om jullie, zeg maar, mee te nemen in mijn leven als dressuur-amazone. En ik heb natuurlijk ook nog steeds een droom, al heb ik er wel echt al superveel waar mogen maken, ook samen met jullie. Maar ik heb natuurlijk nog een droom en dat is eigenlijk om Olympische Spelen te rijden. En ik vind het ook wel heel leuk dat ik jullie daar weer eigenlijk een soort van in mee kan nemen op mijn zoektocht weg. Hopelijk naar de Olympische Spelen ooit. Maar dit Frits Starter project dus voor sponsoring kan daar dus ontzettend goed bij helpen. Omdat jullie allemaal weten dat extra trainingen, dat soort dingen, dat kost gewoon extra geld. Dus daar helpt natuurlijk heel veel mee. Ik ben natuurlijk zelf al heel ver gekomen met mijn eigen opleiding, met mijn eigen paarden en dat soort dingen. Maar ja, daar heb ik dan echt nog wel extra ondersteuning bij nodig. Dus ik wil jullie heel graag vragen om op mij te stemmen. Dat kan via de link hier in de beschrijving. En als je de meeste stemmen hebt, dan kom je, zeg maar, in aanmerking om daar je droom te mogen vertellen, zeg maar, voor die man zelf. En ik hoop dat ik dat dus mag gaan doen. Dat jullie voor mij stemmen. Ik ga hem hieronder even zetten. Ik weet niet of ik hem hier nog in beeld kan laten komen. Maar in ieder geval, jullie zien hem vanzelf ergens voorbij komen. Als je nou hebt gestemd, laat dan even weten ook in de reacties hieronder. Want onder die mensen ga ik natuurlijk dit unicorn shirt verloten. En ik weet nog even niet wanneer ik deze winactie bekend ga maken. Maar dat moet je maar op social media in de gaten houden. Want dan word je ongetwijfeld van op de hoogte gehouden. Stem op mij op Frits Starter bij de link hieronder. En laat dan even weten in de reacties dat je hebt gestemd. En dan is misschien dit unicorn shirt wel voor jou. En heb je mij super blij gemaakt. Dus alvast heel erg bedankt. En ik zie jullie heel graag weer bij de volgende video. Doei doei! Dat was hem. Tot de volgende keer. Vergeet je niet hieronder te abonneren.